Herman Heijermans werkt als een paard. Hij schreef cursiefjes, toneelstukken, romans. En veel van die stukken worden nog steeds opgevoerd, op hoop van zegen. De vis wordt duur betaald. Maar ook romans als Vuurvlindertje en Droomkoninkje heb ik als jongeling verslonden. Heijermans kreeg een ongelooflijk grote begrafenis. Die werd dan ook betaald door de partij en de vakbond. Vlaggen en vaandels waren hier te zien op deze begraafplaats en vele honderden mensen woonden die bij. Na zijn vele artistieke prestaties bij de vorige generatie was hij voor het geslacht aan deze zijde een tip-top maatschappelijk uurwerk geworden. Een zich door niets bijzonders onderscheidend heertje dat onder zes huizen een hoed afnam, tikkels werd aangekeken en dikwijls, niet tegenstaande zijn 76 jaren, met open glimlachende mond stilstond, zijn witte snor opdraaide om de een of andere grote vrouw of zeer uit de kluiten gewassen meisje met geknepen, bewonderende ogen na te zien.